Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling? Als je behandeld wordt voor een psychose, kom je in aanraking met de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. De behandeling levert het meeste op als je zelf zoveel mogelijk regie neemt. Jij bent de baas over je leven. Formuleer samen met je hulpverleners concrete doelen. Ze schrijven altijd een behandelplan. Neem daarin op hoe je die doelen gaat bereiken. Schrijf actief mee. Een goede behandeling voor psychose berust op vier pijlers. Perspectief, herstellen van je symptomen, je plek in de maatschappij terugvinden en persoonlijk herstel. Wat bedoelen we met perspectief? Je krijgt uitleg over wat psychosegevoeligheid is en hoe je er zo goed mogelijk mee omgaat. Die uitleg heb je zo vroeg mogelijk nodig en liefst van iemand die het zelf heeft meegemaakt en die weet hoe je er weer bovenop komt. Zo iemand noemen we een ervaringsdeskundige. In de gesprekken snap je wat jou kwetsbaar maakt en wat je eraan kunt doen. Je leert ook wat je sterk maakt. Je wordt weerbaar tegen negatieve taal en negatieve ideeën rondom psychose. Je ontdekt de fase die iedereen doorloopt naar persoonlijk herstel. Symptoomherstel gaat over behandeling van symptomen, zoals stemmen horen, waangedachten en somberheid. Medicijnen kunnen helpen. Maar vooral ook psychotherapie en training. Maatschappelijk herstel. Als je een psychose krijgt, maak je een boel mee. Je leven is overhoop gegooid. Je kunt hulp krijgen om weer aan de slag te gaan met je studie, met je werk, met woonruimte. Soms zul je de gemeente en de GGZ moeten stimuleren om je zo goed mogelijk te helpen. Jij blijft de baas. Persoonlijk herstel betekent dat je een balans gevonden hebt. Je staat boven je diagnose.